Hey, welkom bij een nieuwe video. Deze week gaan we kijken naar Sugar Cookie, naar de zware tijdrit van vorige week. Uh, ik ga snel beginnen, want het wordt een lange video. Maar eerst de lead-in. We starten met de algemene informatie van Sugar Cookie. Een route van 39,2 kilometer. Een lange lead-in op gravel van 5,6 kilometer. Hoogte hoogtemeters van 259, en we racen dit in het geval van een puntenkoers. Daarbij worden we ondersteund door twee power-ups: het helmpje voor de sprint en het veertje voor de klim. Iedere power-up wordt aan iedereen op een vaste boog toegekend. De icoontjes zie je bij de, bij de sprint staan. Daarbij zou je ervoor kunnen kiezen om de Sasquatch Sprint te het helpt je vast te houden voor de eindsprint. Moet je wel zeker weten dat je de kwart epic KOM overkomt zonder power-up. Nieuw deze, deze ronde is de FVL en FTS punten. Dat niet alles bij iedere sprint te verdienen is. Dus je gaat voor of FVL of FTS. Voor de nieuwe Swift Racing League-rijders. De FVL is wie het eerste zijn fiets over de meet heen drukt. of de segment meet. De FTS is vergelijkbaar met de Strava KOM. Het gaat er niet om dat je als eerste over de meet komt in de race. maar het gaat erom dat je zo snel mogelijk van A naar B toe gaat. Twee verschillende approaches, twee verschillende manieren van aanvliegen. FVL is. Timen en echt gewoon als eerste over de meet komen. Even een Kevin doen. De FTS is wat meer achteraan beginnen of middenin beginnen. En dan zorgen dat je door het peloton heen geluk hebt en over iedereen heen sprint. En dan hopen dat je de tijd snelste bent. Qua punten valt er nog iets over te zeggen over de tactiek. Maar daar laten we meer over. Zoals al eerder benoemd: de rit is in tweeën gedeeld. Sprintgedeelte. En het finishers gedeelte, daarop zul je je fietskeuze ook moeten aanpassen. Het enige wat ik eigenlijk nog wil, uh, wil benoemen, dat is de puntentelling. En de puntentelling is als volgt: je hebt de FL-punten, die bij drie segmenten worden uitgedeeld, van 20 tot en met 1. De Fastest through Segment, de FTS-punten, krijgen alleen de eerste 5. Krijgen punten. Het kan dus rendabel zijn als je geen pure, pure, pure sprinter hebt. om dit segment wel half mee te sprinten. om niet het begin vooraan de koers te verliezen. maar wel te sparen voor de andere twee sprints die erna komen. Want de Acropolis zit best wel heel dicht op uh, de sprint die daarvoor zit. De punten zijn dit jaar ook iets anders. Namelijk als er 60 mensen starten, krijgt krijg de eerste 60. De tweede 59, de derde 58 enzovoort. Zodat je bij de nummer laatst bent, die krijgt 1 punt. Heb je een race waar toevallig 80 mensen rijden. Dan krijgt de eerste 80 punten. De tweede 79 enzovoort. Een andere nieuwigheid is het aantal podium bonus points. De nummer 1 krijgt 10 punten. Uh, tot en met de nummer 5, die krijgen allemaal puntjes. En is een soort van extra, denk bijvoorbeeld aan de bonificatiesconden in de Tour de France. Dit zijn alleen geen seconden die er dan van afgaan, maar het zijn punten die erbij opkomen. Hoe wordt het klassement bepaald? Heel simpel, als er zes renners in een team zitten, of vijf of vier, dan worden alle verdiende punten over de hele race bij elkaar opgeteld. En degene die het meeste punten heeft in die race, die wint. En degene die daarna de meeste punten heeft voor tweede, enzovoort, enzovoort. Hoe werkt het dan richting het algemene klassement? Is eigenlijk ook heel simpel. De nummer 1 krijgt het maximale aantal punten die je kan verdienen in deze ronde. De nummer 2 de ene maximaal, de nummer 3 daar weer onder. Net zolang bij, dat je bij het laatste team komt. Alle klassementspunten worden bij elkaar opgeteld... En na zes weken hebben we een winnaar en een uh, verliezer. De eerste twee in het klassement gaan promoveren. Voor nu hebben we de algemene informatie besproken en gaan we door naar de fietskeuze. De fietskeuze voor deze week is lastiger dan vorige week. Deze week is de eerste vraag die je je afvraagt: welke taak heb ik? Ben ik sprinter of ga ik voor de finishing points? De tweede vraag die je jezelf stelt is: wil ik mijn kwaliteiten extra vergroten of ga ik voor mijn zwaktes te verdoezelen? Ga je voor de pure sprint, dan kun je zwifte bikes gebruiken. Neem bijvoorbeeld de Specialized Venge S-Works of de Canyon E-Road of de Pinarello Dogma F 2024. Bedenk wel dat deze website alleen rekening houdt met: ik fiets van A naar B op een vast vermogen, in dit geval 263 watts, en dan kom ik precies uit op een tijd van 50 minuten en 36 seconden. Deze race is dat echter niet. Je gaat super snel, dan weer traag, dan weer super snel, dan weer gewoon snel, dan weer super snel, dan weer traag. Dus het verloop zal anders zijn. En dan is deze website echt een model. En kun je daar niet 100% van op aan. In dat geval kies je dus voor een allrounder. En die vind je hier weer op de Zwift Insider pagina. Link in de beschrijving. En dan kun je voor jezelf een afweging maken. Ga ik voor een fiets die wat meer aerodynamisch is. Neem bijvoorbeeld de Canyon Aero 2024 met DT Swiss achterwielen. Zoals ook op Zwift de Bike staat. Kies ik voor de tron, die altijd een perfecte allrounder is. Of ga ik voor de Canyon e Road met de Zip 858 wielen. Dat is de afweging die je dan voor jezelf moet maken. Aan de hand van die drie vragen of twee vragen die ik aan het begin van de fietskeuze heb voorgelegd. Voor nu heb ik daar alles over gezegd en gaan we door naar het rondje. En we zijn vertrokken. Het eerste stukje gaat naar beneden toe, dus zorg dat je vooral heel erg gefocust bent van voren, maar dat je niet extra veel werk doet, want die energie moet je ook gewoon op een ander moment nog in gaan zetten. Je hebt namelijk vier sprints: een uh, puist en een eindsprint. Zoals je hier ziet, uh, zitten we op gravel. Zorg dat je gepositioneerd blijft, dat je vooral heel veel gebruik maakt van anderen en dat je hier zo min mogelijk energie verliest niet ook een beetje van de omgeving nu het nog kan. Nu je nog een beetje adem uh, ademtekort hebt of adem te veel hebt. We gaan bijna de nieuwe wereld in. Hier krijg je nog even een power-up, zoals je ziet: de Eero Power-up. En dan gaan we langzamerhand naar de sprint toe. Deze sprint zal ingeleid worden door een stuk omhoog. Is 300-400 meter lang, dus het is ook best wel een pittige. En hier zie je het. Veel punten omhoog, omhoog, omhoog. Dus ga zeker deze niet te vroeg aan. Want je moet als eerste over de meet komen, of in ieder geval bij de eerste 20. En dan gaan we hier weer versnellen. En dan gaan we vrij snel door naar de tweede sprint van de dag, de Acropolis. Waar als enige sprint de FTS punten te verdienen zijn. Ben je geen pure sprinter, dan zou je deze eventueel kunnen laten lopen. Want ook hier zie je dat het. Profiel licht omhoog gaat voor een gedeelte. En alleen de eerste vijf die zullen punten krijgen die het segment als snelste afleggen. Dus niet per se als eerste over de meet komen. Je ziet ook dat na de sprint het ook weer gevoelig omhoog gaat. Ik ga hier bijna eraf, maar ik kon nog net aanhaken. Dan ga je een paar kilometers kunnen chillen, als het peloton daarmee eens is. Even een beetje op adem komen. Even die benen laten stellen. Ga lekker in de, in de draft zitten. En dat gaat zo een beetje door totdat we bij de derde sprint komen. Daar gaan we weer FLEL -E -L punten krijgen. Deze is relatief vlak, ietsjes omhoog. Maar dat mag de minste naam hebben. Ook hier krijg je weer een Aero Power Up voor de laatste sprint. Al kun je ervoor kiezen om die bij de laatste sprint niet in te zetten. Dan krijg je geen veertje. Maar dan kun je hem gebruiken in de eindsprint. Dus denk daar ook eens even goed over na. En overleg je je team of dat iets is wat passend is. Dan kunnen we even genieten van een bos. Ook hier gaat het weer continu op en af. Weer FVL-punten. Stukje omhoog. Gas geven. En dan zou je hier ergens je Euro Power Up in kunnen zetten. En zoals hier aangegeven krijg je het veertje bij deze banner. Bedenk wel dat na deze sprint er ook gelijk omhoog gereden wordt. Dus trek jezelf wel leeg. Maar niet zo leeg dat je hier eraf gaat zoals ik. Want ik had me daar een klein beetje in vergist. In deze oefenrace. Het ging echt knijtertje hard. Gelukkig zat uh, teamgenoot Martin van Pla Platering Platingen zat, zat er wel uh, bij. Ik krijg even een Scandinavische vibe. Achternaam van de Pieter twijfel ik even aan, maar in ieder geval Martin. Die heeft echt goed gereden. Die is de 38ste uiteindelijk geworden in de Swift Power. Dan gaan we hier de woestijn in. En zo meteen gaan we hem weer uit. Zorg dat je hier wel scherp blijft op het peloton. En probeer hier in de afdaling toch nog enigszins te rusten. Wees wel scherp op mensen die eventueel weg willen rijden. Of een klein gaatje willen slaan. Gaan we hier naar links. En dan gaan we richting de start van de Epic KOM. Het is echt pittig. Je ziet ook dat in het profiel dat het ook echt rood rood is. Vindt hij je tempo? Laat de eerste waarschijnlijk gewoon lopen, want die zullen inzakken. Dan gaan we naar de brug toe. En dan vlakt het iets af. Nog even tijd om de thumbnail te schieten. Hop, hop, hop. Ook hier kun je niet echt gas terugnemen. Dan ga je hier naar rechts en dan is het gemiddeld genomen naar beneden toe. Het is wel wat rollend, maar laat vooral anderen het werk doen, want dit is het laatste moment dat je nog echt, echt, echt kan herstellen. Dan gaan we, voordat we de jungle weer ingaan, nog even een stukje omhoog. Dat krijgen we zo meteen. Let daar ook op uh, voeren uitvallen voor mensen die niet een echte sprint hebben en wel nog heel graag voor de punten willen gaan. Dat vergeet niet dat er ook SB T-punten zijn. Of PBT. SBT was een vars van vorig seizoen. Uh, PBT podium bonus points. Hier hebben we eigenlijk hetzelfde stukje als de lead in. Het is gravel, dus je moet harder trappen. Dan dat je op het vlak zou moeten doen. Je hebt iets minder voordeel van je voorgangers. Zoals je ook hier kan zien. Al is het begin natuurlijk niet te vergelijken met op dit moment. De groep is namelijk kleiner. Maar je moet continu blijven doordrukken. En de finish is ook eerder dan verwacht. En die is nu. Zo, dat was een heel zware race. Zoals je ziet heb ik mijn fietskleren niet, uh, niet aan. Ik was op het moment dat ik hem eigenlijk wilde opnemen, was ik gewoon zo moe dat ik blij was dat ik van de fiets af kon. Het zal waarschijnlijk net zo'n zware race worden, dus ik wens jullie heel veel succes. Vergeet ook niet even te liken, abonneren uh, op de diverse kanalen. Druk op het belletje en dan komt het helemaal goed. Voor nu zeg ik heel veel succes en tot de volgende video. Doei doei!